Zondag worden 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Helkema en Wijnand Speelman in het Glazen Huis opgesloten. Zij mogen tot en met kerstavond niet eten en moeten deze een keer bovendien hun telefoon inleveren. Met de actie wordt geld opgehaald voor Stichting ALS Nederland. Wat vinden we er in Nijmegen van dat dit evenement naar de Waalstad komt? Zijn we er klaar voor of lopen we de komende week even met een boog om de Grote Markt heen? Wat vindt u ervan dat het Glazen Huis dit jaar in Nijmegen is? Ja, hartstikke mooi. Nou, dat is geweldig. Mooie opsteken voor de stad. Ik liep hier langs met Dana en wij dachten, is het hier? Dus ik vond het heel, heel leuk eigenlijk. Het is lekker dichtbij. Ja, ik vind het ook heel leuk. Normaal is het nooit hier volgens mij. Ja, ik vind het wel leuk. Ja, ik ook wel. Het is wel cool gewoon. Nou, heel bijzonder, omdat ik na 47 jaar weer in Nijmegen ben gaan wonen. En dat ik dat nu meemaak, dat vind ik heel bijzonder. Ik wist het niet eens. Ja, leuk, maar we waren zo verbaasd dat ze al daar aan het bouwen zijn. Super, mooie reclame voor de stad. En wat vindt u van het goede doel dat ze dit jaar hebben? Ja, top. ALS kan iedereen treffen, dus super goede actie. ALS, ja, een goed doel. Ik ken verder niemand die ALS heeft, maar het is wel een ernstige ziekte. Naar mijn idee hebben ze het ook heel lang niet meer voor dit goede doel gedaan. Van elk jaar is er wel een nieuw goede doel, naar mijn idee. En ik heb het idee dat het een beetje vergeten wordt, ALS. Dus ik vind het wel goed dat het nu weer opkomt. Is uitstekend. Is uitstekend. Het is een Nederlands doel. Ik vind ook dat wij ook best wel problemen hebben hier in Nederland. En ik vind dat daar nou ook eens een keer het accent op mag gelegd worden. Ja, het is allemaal goed. Ja, dat maakt niet uit toch, welk goed doel je neemt. Gaan jullie kijken bij het Glazen Huis als de dj's erin zetten? Nee. Als ik toevallig misschien nog een keer in Nijmegen ben, dan wel. Ik denk het wel, als het droog is. Ik denk dat ik hier elke dag ben. Absoluut. Ja hoor. Ik denk het wel. Ja. Ik denk dat we met het gezin een keertje de stad in wandelen en sowieso een plaatje aanvragen. Ik bedoel, omdat het Glazen Huis nu hier staat, dat er meer mensen van buiten Nijmegen naar Nijmegen gaan komen. Ik denk het ook. Het is heel bekend. Het is al zoveel jaren Serious Request. En nou een keer in Nijmegen. Ik denk dat de mensen uit de omstreken, dorpen, ook hier naartoe gaan. Ik denk zeker dat het aantrekkingskracht heeft voor de stad. Maar in hoeverre uit de omgeving, weet ik niet. Ik denk wel Arnhem, dat daar wel mensen uit zijn. Ondanks de twist die er is. Ik woon niet zo lang in Nijmegen. Maar ik heb begrepen dat er altijd een soort sportieve rivaliteit is tussen deze twee steden. En ik denk dat daar zeker wel mensen vandaan komen en ook weer uit de directe omgeving. Zeker. Dat hoop ik wel. Ik hoop dat dit een publiekstrekker is. Dat veel mensen op afkomen en dat de actie gewoon super goed zal slagen.